25 van de 50 Cubaanse artsen zullen te werk gesteld worden in het binnenland. In verband hiermee bracht een delegatie onder leiding van minister Antoine Elias van Volksgezondheid afgelopen donderdag een bezoek aan Rietabbetje. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. De minister informeerde Gramang Dabono Willanti over zijn plannen. Hij benadrukte dat de regering het belangrijk vindt dat alle Surinamers toegang hebben tot medische zorg. Zo ook het binnenland. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, assembleeleden Aida Nading, Silvana Afonsua en de directeur van de medische zending Herman Ayinti maakten ook deel uit van de delegatie. Misikaba deelde de dorpsbewoners mee dat Rietabbetje een dependance krijgt van het ministerie van Sociale Zaken.